Het parallelogram. En ja, je moet een aantal dingen weten van een parallelogram. Dat heb je in dit hoofdstuk nodig om het parallelogram te kunnen tekenen en om er later ook hoeken in te kunnen uitrekenen. Dan moet je wel de eigenschappen weten van een parallelogram. Verder, als je er eentje getekend hebt, moet je ook bepaalde tekens erin zetten. Zoals deze bijvoorbeeld, dat ze de zijden tegenover elkaar, dat die evenwijdig zijn. En ja, hoe herken je parallelogram, ga ik vertellen. En wat is het eigenlijk? Nou, een parallelogram zou je eigenlijk het best kunnen omschrijven als een rechthoek waar tegen aangeduwd wordt. Dus zeg maar even zo een rechthoek. Nou, en dan gaat hier iemand staan en die duwt zo die rechthoek een tikkie opzij tot hij zo schuin komt te hangen. Dit is een parallelogram. En hoe herken je nu een parallelogram? Nou, van een parallelogram zijn de overstaande zijden evenwijdige lijnen. Dus in een rechthoek wat ik net had getekend, is dat ook, hè? In een rechthoek zijn ook die overstaande zijden evenwijdig aan elkaar. Alleen zijn ook nog eens alle hoeken even groot. En dat is bij een parallelogram niet. Nou, wat valt je nu wel op aan de hoeken als je hier naar kijkt? Dan zie je dat de hoeken die tegenover elkaar in het figuur liggen, die zijn wel even groot. Die zijn wel even groot. Dus de hoeken die tegenover elkaar liggen, die zijn even groot. Niet alle vier de hoeken, net zoals bij een rechthoek, maar wel de hoeken die tegenover elkaar liggen in het figuur, die zijn even groot. Nou, dat is eigenlijk wat je moet weten van een parallelogram. En die dingen hebben gevolgen. Nou, ik zei net al, deze twee hoeken die zijn aan elkaar gelijk en deze twee hoeken zijn aan elkaar gelijk. En dat heeft ook gevolgen voor de diagonale. Want wat is nu met de diagonale aan de hand? Doordat de zijden tegenover elkaar evenwijdig zijn en even lang, dat vergat ik net nog te zeggen, en even lang, evenwijdig zijn en even lang, zijn ook die hoeken tegenover elkaar even groot. En er is iets bijzonders aan de hand met de diagonalen. Die diagonalen die snijden elkaar dwars door elkaars midden. En dat is iets dat gebruik je vaak om te tekenen. Dat je moet weten, hey, die diagonalen, ze staan niet loodrecht op elkaar. Dus het is niet zo dat de diagonalen zo loodrecht op elkaar staan. Dat niet, maar ze gaan wel door elkaars midden. Dus van de ene hoek wandelend over de diagonaal naar het midden. En je wandel je daarna even verder door, dan kom je weer op het andere hoekpunt uit. En dat ken je nog ergens van, denk ik. Maar daar kom ik straks op. Daar kom ik straks op. Nou, bij een parallelogram gaan dus de diagonalen door elkaars midden. En dat snijpunt, dat noem je M van het midden, het middenpunt. Nou, wat zie je nu aan symmetrie? Ik heb het net al een beetje verteld, denk ik, hè? Nou, wat is hier aan de hand met symmetrie? Nou, dit figuur is puntsymmetrisch. Hij is niet lijnsymmetrisch. Je kunt op geen enkele manier, en het lijkt wel, het lijkt alsof je zo'n symmetrie als ring kunt tekenen. Maar terwijl ik hem teken, zie je al, hé, wacht even, die D die valt niet precies op die C, dus dat is er geen. En dan hoor ik heel vaak, ja, maar schuin wel. En toch is dat niet waar. Want als je hem nu zou gaan tekenen, dan zou je dit punt tekenen naar de lijn. En dan zou je hem even verder door moeten tekenen. En daar valt D dus niet op een ander punt van de parallelogram. D valt niet op B. Dus hij is niet lijnsymmetrisch. Hij is wel draaisymmetrisch. Hij is wel draaisymmetrisch. En dus ook puntsymmetrisch in dit geval. Want als we hem draaien, wanneer was iets puntsymmetrisch? Iets is puntsymmetrisch als je het 180 graden draait en het valt weer op zichzelf. En dat is met een parallelogram aan de hand. Ik weet niet of ik het hier kan laten zien. Ik ga het even proberen. Kijk, wat ik misschien hier kan laten zien, is als ik dit figuur 180 graden draai, dan valt hij op zichzelf. Kijk, dan valt A op C, C op A, B op D en D op B. En dan is hij dus puntsymmetrisch. Hij is dus sowieso draaisymmetrisch, hè? Met een draaihoek van 180 graden, kleinste draaihoek. Maar hij is dus ook puntsymmetrisch, want dat is die eigenschap. Kun je hem over 180 graden draaien, hou je hem op zijn kop, dan valt hij op zichzelf. Dus hij is puntsymmetrisch. Nou, dan even, moet je nu heel dit lijstje van wat ik net vertelde, wat ook in je boek staat, uit je hoofd leren? Nee.
Maar hoe onthoud je het dan als je het niet uit je hoofd hoeft te leren? Nou, wat je gewoon doet, je bedenkt gewoon wat was ook alweer een parallelogram en dat teken je hem in gedachten. En wat je wel echt moet onthouden, is dat niet alle zijden gelijk zijn. Want hij lijkt heel erg op een andere figuur, op een ruit. En daar zijn alle zijden gelijk, maar dat is hier dus niet. Op het moment dat je dan dit figuur eventjes een schets maakt, dan zie je weer, oh ja, die tegenover elkaar waren even groot en evenwijdig. En die hoeken die tegenover elkaar in het figuur zaten, die zijn gelijk aan elkaar. Dat weet je dan ook nog. En dat komt misschien ook terug, hij is puntsymmetrisch. En de diagonalen gaan dwars elkaars midden. Dus ga niet het hele rijtje uit elkaar, uit je hoofd stampen. Door het figuur te zien, zie je die eigenschappen eigenlijk al. Het is wel makkelijk dat je onthoudt dat de overstaande zijden even lang zijn en evenwijdig aan elkaar. Dat is ook een eigenschap van een parallelogram, dat is het kenmerk van een parallelogram. Die zou ik wel onthouden en al de rest, dat volgt daar wel uit. Dan. Wat moet er nu allemaal in je tekening staan? Nou, als je geen. Oeh, ik ga per ongeluk door naar de ruit, sorry. Als je eentje hebt getekend, stel je voor je hebt een parallelogram moeten tekenen in je boek. Wat moet er dan in? Ja, vliegen, zo even zo. Nou, wat moet er dan in? Als je geen diagonalen hoeft te tekenen, hoef je dit ook allemaal natuurlijk niet erin te zetten, want dan heb je de diagonalen niet getekend. Maar heb je de diagonalen gebruikt bij het tekenen, of ze zeggen teken de diagonalen, dan moeten die eigenschappen er wel in. Ik ga eerst laten zien wat doe je nu als de diagonalen er niet in hoeven. Wat moet er dan in? Nou, dan moet er in dat deze evenwijdig zijn en niet ook nog eens de tekentjes van even groot. Dit zegt genoeg. En dan dat de hoeken tegenover elkaar of hetzelfde kleurtje geven of dezelfde tekens. En dat is hier voldoende. Ervan uitgaan dat je de letters en hoofdletters er ook bij zet. Hè? Maar dit is zeg maar alles wat er aan tekens bij moet. Maar wat nu als je de diagonalen hebt gebruikt en hebt moeten gebruiken of je hebt ze moeten tekenen? Nou, die stippel je altijd. En wat moet er dan bij? Dan moet erbij dat deze stukken aan beide kanten van de diagonalen even lang zijn. Dan willen wij dus zien dat de diagonalen elkaar snijden in elkaars midden. Dat was hem. Het volgende filmpje, dat gaat over de ruit, maar dit was het parallelogram. Van iedere som heb ik ook nog filmpjes over teken je parallelogram. Wat moet je weten van een parallelogram? Er zijn ook allemaal filmpjes van. Kijk maar in de afspeellijst hoofdstuk 7. Daar zul je veel meer terugvinden. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!